Hallo allemaal. Vandaag is het dierendag. Ja, maar we hebben al zo vaak dieren getekend. Hè? Laatst nog boerderijdieren. Wat zullen we nou tekenen? Dat is een goeie. Ja, het is vandaag ook taco-dag. We kunnen ook taco's tekenen. Of, wat was het nog meer voor een dag? Oh ja, vodka-dag. Taco met een vodka. We gaan gewoon tekenen en het zou leuk zijn als je weer meedoet. Doe je mee? Ja mensen, het is natuurlijk vandaag dierendag. Wat is het nog meer? Het is ook vandaag taco dag en het is ook nog vodka dag. Nou, drie dingen op één dag. Ik vond dieren hebben we al heel veel getekend. Laten we eens die taco gaan tekenen. Hoe ziet zo'n taco eruit? Nou, het zijn eigenlijk schelpen, of tenminste, van degen. Een soort degen of nacho cheese-achtige, nacho koek-achtige schelpen. En daar doe je dan gehakt in. Nou, dit is dan de schelp, zeg maar. Daar kan dan gehakt in en stukjes tomaat. Teken die gehakt. Een blokje tomaat. Gaan we dat weergeven. Ik denk gewoon zo. En er mag ook taco saus in natuurlijk. Dus ik kan hier ook al eventjes wat saus doen zo. Gehakt natuurlijk. Nog zo'n blokje tomaat. Hier ook een blokje tomaat. Zo. Al die gehakt. Het kan zijn dat je natuurlijk dat ik nu iets te snel ga. Ik kan die video altijd nog een keer afspelen. Nou, een blaadje sla zit er natuurlijk ook tussen. Zo. Hier ook nog wat sla, zo wat uitsteekt. Ja, en dan die schelpen aan de andere kant. Hij is natuurlijk dubbel gevouwen. Dus het is gewoon een soort koekachtig. Of tenminste, een schelp zo van deeg. Met groentjes, met gehakt. Vaak valt die gehakt er natuurlijk uit. Dat blijft er niet allemaal tussen zitten. Zeker als je dit gaat eten, een bordje erbij. Want echt alles zit onder anders. Saus inderdaad. Dat is hele lekkere taco saus. Hier en daar wel even wat schaduw erin aanbrengen. Dan krijgt hij iets meer diepte. Een tekening. Ja, ik krijg al gelijk trek in een taco. Een taco. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik denk dat ik vanavond gewoon lekker taco's ga maken. Dat is lang geleden. Misschien moet je zelf ook eens tekenen wat je wil eten of iets verzinnen. Vandaag is taco dag. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.